deze zomerperiode weer veel verschillende vragen. En het leek ons daarom slim om die eventjes gezamenlijk een aantal van te behandelen. De eerste die we binnenkregen was: hoe kan ik me het beste beschermen tegen het verbranden van de zon? Ja, nou, dat kan je dus op meerdere manieren doen. We hebben natuurlijk zonnebrandcrèmes. En daarvan zie je er hier aan staan. En belangrijk daarvan is dat je hebt natuurlijke zonnebrandfilters met mineralen, bijvoorbeeld zinkoxide. En dat zijn de mineralenfilters. Deze zijn ook niet schadelijk voor het koraal of de zee. En beschermen het toch goed. En dan hebben we natuurlijk ook producten voor inwendig. Zo hebben we hier het product Zomerbruin. En dit biedt ook extra bescherming als je de zon in gaat. Dat komt door vitamine C, E, selenium en zink. En dat gaat ook voor dit product. Dit is Astamax. Dat is astaxanthine. Dat komt uit een alg. En dat zie je, dat is een rode kleurstof. Dit zie je ook terug in bijvoorbeeld garnalen, zalm, flamingo's. Die kleuren daar ook echt roze van. En dit beschermt onze huid van binnenuit. En het bevat ook vitamine C en E. Dus dat is ook een beetje hetzelfde als de zomerbruin. Ja, dat, zo kun je het beschermen. Een andere vraag die we kregen is: hoe kan ik mijn huid het beste verzorgen als ik een dag in het zonnetje heb doorgebracht? Ja, het is sowieso heel erg belangrijk om je huid goed te verzorgen nadat je in de zon geweest bent. Dat kan bijvoorbeeld met een goede aftersun. Kijk daarbij ook alweer naar de ingrediënten, zodat je een mooi natuurlijk product hebt. En let er daarbij ook op dat het niet goed is voor je huid om de hele dag blootgesteld te zijn aan de zon. Dus zorg er bijvoorbeeld voor dat je niet te lang achter elkaar in de zon zit en dat je op het middagpunt ook eventjes uit de zon gaat. Ja, zo zou je ook bijvoorbeeld lange mouwen aan kunnen doen, een dun blouseje, of in ieder geval in de schaduw gaan zitten, zodat je in ieder geval niet die schadelijke UV-straling op je huid hebt. Een andere vraag die we ook binnenkregen was: mijn darmen reageren niet zo goed op voedsel in een ander land. Kan ik daar wat aan doen? Daar kun je inderdaad wat aan doen. Natuurlijk zoveel mogelijk vermijden dat je iets eet waar je beter tegen kan. Maar als het nou even niet gaat, kun je denken aan een probioticum, speciaal voor het reizen. En daar kan je dan dus de darmen weer wat mee in balans brengen. En gaat het nu echt om diarree, hè? Denk dan aan Norit. Dit wordt veel voorgeschreven bij diarreeklachten. En is echt iets voor in de EHBO-kit. En merk nu dat het bijvoorbeeld echt om uitdrogingachtige lichte uitdrogingsverschijnselen gaat. Denk dan aan ORS. Dat is een mengeling van mineralen. Suiker en zout zit erin. En dat kunt u gebruiken om weer de mineralenhuishouding op orde te brengen. En uiteraard, als het uitdroging betreft, ga dan naar een huisarts. Volgende vraag die binnenkwam is: is vitamine D ook belangrijk in de zomermaanden? Ja, dat is een hele goede vraag. Want iedereen weet natuurlijk dat als de zon schijnt, je lichaam gemakkelijker vitamine D aanmaakt. Maar dat wil niet zeggen dat je lichaam altijd voldoende vitamine D aanmaakt. Want er zijn natuurlijk mensen die een groot deel van de dag binnen doorbrengen. Als je binnen bent, dan kan je lichaam natuurlijk geen vitamine D aanmaken. En ook ouderen hebben vaak wat meer moeite met het aanmaken van vitamine D. En als je een donkere huidskleur hebt, is het ook vaak wat lastiger om voldoende vitamine D aan te maken. Dus eigenlijk is het per situatie wel verschillend of jouw lichaam vraagt om extra vitamine D, ja of nee. Wat dan eventueel een optie zou zijn, is om de dosering die je in de wintermaanden gebruikt te verlagen naar bijvoorbeeld 25 microgram per dag. Dan heb je alsnog een mooi onderhoud, ook tijdens de zomermaanden. Dan krijgen we ook nog een vraag binnen over insecten. Is er een natuurlijke bescherming tegen muggen en andere insecten? Dat is er wel. En vaak gebruiken we natuurlijk DEET om tegen insecten te werken met een product. En we hebben hier ook bijvoorbeeld van CarePlus het Anti-Insect Natural. En dat bestaat uit citroen- en eucalyptusolie. Dat zijn essentiële oliën. En die werken dus ook afschrikkend voor insecten. Dus onder andere muggen. Hier hebben we ook een armbandje. Het
kan je gebruiken in combinatie met citronellaolie. Kun je erop druppelen en ook dat is afwerend voor insecten. En natuurlijk als je al geprikt bent door een mug of een ander insect, dan kunnen we hier bijvoorbeeld antibeet, een roller, makkelijk te gebruiken ook met essentiële oliën. En hier bijvoorbeeld de bekende prikweg gel van VSM. En ook dat werkt verzachtend op de huid. Dat was voor nu alweer onze zomer Q&A. Heb je nou ook een belangrijke vraag en denk je van die wil ik beantwoord zien? Stuur hem dan in, schroom niet, info@gezondheid-aan-huis.nl. En wie weet komt hij in de volgende aflevering van de Helpdesk wel naar voren. Ja, en dan willen we weer bedanken voor het kijken en wensen we een hele fijne zomer toe. En graag tot de volgende aflevering. Nou, de zomer staat voor de deur, dus we proosten vast op een onvergetelijke vakantie. Ja. Proost!